Het is heel dubbel natuurlijk, hè? want dit is een glorieuze dag. Uh, de aanleiding is, is, is niet glorieus, uh, want zelf ging jij in 2020 begrepen naar de dokter met een, een plekje. En toen? Ja, het verhaal is eigenlijk dat uh, zo rond de zomer uh, kreeg ik een plekje in mijn nek. Ja, ik weet niet hoe ik nu gefilmd word, maar ik wijs hier naar. Ja. En um, het tis ging bloeden, het te zien. Te zien. Ja. Het ging bloeden met het scheren. Nou, mijn vrouw die zei: moet je naar nou laten kijken. En, dat niet gedaan. Dat is eigenlijk ook het verhaal dat ik vandaag wil vertellen. Dit is uh, een kwestie van check je plekjes. Daar gaan we nog, hopelijk nog even over hebben. En toen na de zomer, ik werk in het onderwijs, hè, zes weken... zeiden collega's, die zeiden, Jasper, dat had je nog niet. Of Jasper, je wordt er niet mooier op. Hè, dat soort dingen. En dus toen ben ik naar de, de dokter gegaan, de dermatoloog. Die heeft het weggesneden. En dan nou, de medische mode. En uiteindelijk dus, ja, uh, inderdaad, uit, uit, uitgezaaid. Ik vind het nog steeds moeilijk om te zeggen. Ja? Naar, de, ja. naar de longen. Ja, en, en ongeneeslijk ook. Ja. Het bleek een melanoom te zijn. Wist je op dat moment wat dat was? Of was het nieuw voor je? Nee, ook zo'n bizar gegeven. Toen ik werd gebeld door de huisarts... Hè, dat wordt dan door de dermatoloog onderzocht in een laboratorium. En de huisarts die belde me terug. En die, ik stond op de pont in Amsterdam-Noord. En die zei, Jasper, ik heb heftig nieuws. Uh, het, is een, het is een melanoom ik had geen idee wat een melanoom was. En dat is, we hebben het vandaag over huidkankerpreventie en voorlichting. En nou, het feit dat, dat ik dat niet weet... dat is, uh, ja, denk ik, een van de onderdelen van het probleem. Ja.